wanneer dat ik bijvoorbeeld kijk naar debatten die doorgaan. Een maand of twee terug nog eentje ging over vrouwen op de arbeidsvloer. En dan moeten vrouwen het woord nemen. Onze expert toen, dat was in de Senaat, onze expert was Philip Muiters, toen nog senator, evidente expert. Hij kreeg door een collega-senator onder zijn voeten, omdat hij als man het woord durfde te nemen in een debat waar het over vrouwen ging. Dat is woke, zegt u. Dat is woke. Ja. En dat vind ik ongelooflijk storend. Ik heb daar toen ook natuurlijk iets van gezegd. Hij is expert ter zake met jaren en jaren ervaring als bevoegd minister onder zijn riem. Maar hij mag daar niks over zeggen, omdat hij geboren is als man. Ja, terwijl we ook zou kunnen zeggen, of degene die Muiters op dat moment het zwijgen oplegt, zou kunnen zeggen van ja, maar wij doen dat om jou, om net de dames vooruit te helpen. Hè. Je zou kunnen zeggen, ja, nee bedankt, niet op die manier. Nee, absoluut niet op die manier. Het ging al te ver met de verplichte quota, waarbij dat je dan continu de vraag krijgt, ook natuurlijk voor kieslijsten. Hè. Sta je op die lijst omdat je vrouw bent of sta je op die lijst omdat je competent bent? Het is een vraag die ik mijzelf niet stel, maar die ik wel elke keer krijg dat ik op een verkiezingslijst sta. Elke keer weer. Ja. En dat is louter door quota. En dat krijg je ook voor vrouwen die in het bedrijfsleven staan. Dat krijg je voor eenderd wat voor gesprek. Zeker wanneer het gelimiteerd wordt. Als het hierover gaat, mogen alleen vrouwen een mening hebben. Dus dat heeft eigenlijk het debat vervuild? Of de perceptie van dames op een positie? Heeft het absoluut vernauwd ook. Waarom kan een man geen nuttige inbreng bieden in een gesprek over bijvoorbeeld obstetrisch geweld? Omdat het vrouwen zijn die het obstetrisch geweld ondergaan. Maar mannen kunnen toch ook wel kennis van zaken hebben. Ik zie er echt de graviteit niet van in, van wat iemands geslacht bijdraagt tot de bredere discussie. Bekijk het volledige eindejaarsgesprek met Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Perdaens woensdag vanaf 18 uur in onze Nieuwslus.